Dit is de meest gestelde vraag en we gaan het nu beantwoorden. Hebben Ian en Flora een relatie? Een nieuwe video en vandaag gaan wij roddels bevestigen of ontkrachten. Ja. Instagram verhaal gezet of jullie roddels konden achterlaten wat jullie dus van ons hebben gehoord. Nou, het begint al meteen juicier. Oké, vertel. Luna en Dylan hebben stiekem al maanden een relatie. Van Puk. Puk! Is dit waar? Ik ken Puk, maar nee. Is het waar? Jongens, het is niet waar. Dylan is haar beste vriend. Ja, oké. Jullie vinden Verluik niet meer zo leuk als eerst. Wauw. Wel, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is zeker niet waar. Kijk, dit is zeg maar wat jullie vaak zien is toen wij 12 waren, daar toen begonnen wij. Elk kind, ik kan je garanderen, elk kind is hyper en druk over alles. En als je ouder wordt, ben je weer bewust van jezelf en ben je gewoon, word je gewoon rustiger. Weet je, het is gewoon eenmaal zo. Weet je. We hebben het altijd leuk gevonden en nog steeds. Steeds. Ik denk dat het soms gewoon wel eens leuker is geworden. Gewoon juist. Ja, inderdaad. Want we zijn dus, maar we maken nu gewoon echt nummers waar we meer achter staan. Soms van. Dus daarom wordt het steeds leuker voor ons. Dus. Dat India heel lang niet lachte omdat er iets erg was gebeurd. Oh nee, dat is echt niet waar. Ik vond mezelf niet mooi als ik lachte met een beugel. Dat is gewoon. Ik heb dus echt niet echt iets ergs gebeurd waarbij ik niet ging lachen. Nee, dat is niet waar. Dat India uit Verluif wilde gaan door ruzie of zo. Lol. Oké. Dit is. Nou, wilde je dat? Wij hebben nooit ruzie gehad in de eerste plaats. Dat is het hele ding. Echt nog nooit. Dat is echt gewoon. We hebben nooit ruzie gehad. We hebben natuurlijk wel discussies op dat we niet echt eens zijn met dingen. Ja, weet je wel. Dat we daardoor. Dat is ook gezond, jongens. Maar we hebben nooit ruzie gehad. Nooit dat we echt dagenlang niet met elkaar gingen praten. Nee, dat hebben we nooit gehad. Behalve in de video die we hebben gepost. Kijk hem vooral even. Het was een prank. Ze gingen als prank hebben ze ons met geruzie. Dus ja, denk ik wel. Oké. Dat jullie elkaar eigenlijk niet mogen. Nee, inderdaad. We mogen niet. We mogen elkaar. Poeh, ik vind het vooral zo stom. Daarom ben ik de enige die. Daarom zitten we er 4 jaar lang in. Ja, ik kan het gewoon echt. Dat we elkaar niet mogen. We mogen elkaar echt heel erg. We zijn gewoon. Daarom zijn we juist bij elkaar. Ja. Mm-hmm. Dat is wat ons bijzonder maakt. De meeste groepjes houden het niet lang vol. Omdat ze zich. Gewoon, ze kunnen het niet lang volhouden. Omdat ze het niet leuk vinden met elkaar. Ja. Maar wij wel. Dat liep ik er gewoon uit. Ja. Dat jullie hebben vast gespeeld bij JSF. Ik snap niet. Als we vast gespeeld hadden het goed gedaan, waren we eerste geweest. Ja. Nou hebben we het niet. Je kan niet vals spelen bij JSF. Er is geen bestaat geen ding als geld inleggen of zo. Of dingen bespreken met elkaar. En Jolisa was ook gewoon echt heel goed. En zij heeft ook al gewoon terecht gewonnen toen. Ja. Dus ja, precies. De volgende roddel. Dat jullie eigenlijk heel veel schelden. Dat is waar. Nee, weet je wat het is? Weet je wat het is? Wij schelden gewoon nooit in video's. Dat is het ding. We schelden ook niet echt met oudere mensen erbij of zo. Ook niet met onze ouders of weet ik veel wat. Maar met vrienden en zo schelden natuurlijk wel. Maar dat is niet erg. Maar meer met vrienden of zo. Het is gewoon. Weet je, gewoon ziet het. Het is niet dat we met erger worden of zo schelden. Nee, of zo. Het is gewoon meer. Zo zijn we gewoon niet. Maar het is wel dat we schelden buiten video's. Ja, maar we zijn wel meer. Maar niet dat we heel veel extreem veel eigenlijk niet. Totaal niet. Zo heel veel. Nee. Ook niet. Het is dat wij playbacken tijdens live optredens. Well, that's a lie. En dat is niet zo. Wij zingen eigenlijk altijd live. We hebben wel 1 keer gehad bij een optreden dat de verkeerde band was gaan spelen. Dus toen was de hele band van You Wanna Know My Name was gespeeld. Oh ja. Dat het band is gespeeld met onze stemmen eronder. Maar die fans staan altijd aan, we zingen altijd mee. Dus ook met dat playback doen we eigenlijk niet. Dat er een nieuw liedje aankomt, dat is zeker. Wow! Dat is leuk. Dus die kunnen het we. Voor mij is waar! Dat kunnen jullie ook bevestigen. Ik denk dat als we deze posten, dat het al redelijk dichtbij de tijd is dat ons nummer weer aankomt. Ja, volgens mij. Stay tuned. Volgende roddel is, ik heb gehoord dat jullie een pruik dragen, want jullie is niet zo mooi normaal. Want jullie haar waarschijnlijk wel zo, is zo mooi. Oh nee, dat is niet zo. I can like it. Nee, we hebben nooit een pruik gedragen. Dat gaan ze allemaal zo. Nee, dat is niet waar. Ik heb wel ons haar twee keer niet gedragen. Gewoon echt haar. Wauw. Dat is wel een compliment hoor, als we ons haar blij vinden. Ja. Ja. We krullen het trouwens wel heel vaak en stijlen dat wel. Ja. Doe dat mis. De volgende roddel is dat jullie alleen maar bevriend zijn met Forrest om de Veen. Dat is zo. Nee, dat is niet waar. Nou, maar wij snap dat niet. Als wij met hem zijn, of zo, als we zijn waarschijnlijk best wel, net zoals bij Tina Dag en zo, dan zien we hun vaak.
Maar jullie zien dat niet. We filmen het nooit. We maken geen foto's. Dat is waar. Jullie, wanneer wij met voor zijn, zien jullie dat niet altijd. Want ja, we leggen dat niet altijd vast of zo. Nee, dus, we hebben wel goed contact met voor en zo. Dus dan, ja. Dus het is sowieso ook onlogisch als je erover nadenkt. Ja. Eigenlijk kunnen wij niet heel erg denken dat wij, zeg maar, we zien het echt als vrienden. Dus het is van, ja. Vrienden? Huh? Ja. Zo, ja. Ik vind dat ze bekend zijn, eerlijk gezegd. En dan is ze van, oh ja, nevermind. Ja. Nou jongens, deze vraag is nogal vaak gevraagd. Is dit de meest gestelde vraag, denk ik? Ja, dit is de meest gestelde vraag en we gaan er nu antwoorden. Nu krijgen we nu antwoorden. Hebben Ian en Flora een relatie? Dat is niet waar. Nee. Het is nooit gebeurd. Het is echt. Never happened. Het is zo. Never was het is echt zo'n roddel wat echt helemaal rondgaat. Maar het is echt. Ja. We zijn gewoon goede vrienden. Ja, precies. En mensen zien het altijd als een relatie of. Ja, precies. Meer, maar. De volgende rol is dat wij uit elkaar zijn gegaan. Dat we ooit eens uit elkaar zijn gegaan? Ja. Nou. Nee. Nooit gebeurd. We hebben ook, nee. We zijn nooit eens van gestopt of zo. Nooit en dan we bij elkaar break of zo. Nooit. Give me a break. Nee, grapje. Nee. We zijn altijd ermee bezig geweest. Altijd hebben we ook gewoon video's. Ja. Dus het is ook daarmee nooit gestopt. Ook nog met zangles en muziek. Zeker. En zo. Zijn we mee? Het is echt heel raar. We zijn non-stop. Ja. Ja. Bijna wow. Fijn. Volgende roddel. Dat jullie doen alsof jullie je fans lief vinden, maar eigenlijk worden ze. Dat je eigenlijk maar eigenlijk worden jullie echt moe van ze. No, dat is echt waar. Zonder fans, waar waren wij, weet je? Ja, inderdaad. Zonder fans kom je ook nergens, dat is het hele ding. Abonnees in dit geval ook trouwens. Kijkers gewoon in het abonnees. Ja, we worden echt heel veel van. Het is echt gewoon. Ja. Bullshit, het is echt bullshit. Inderdaad. Oké, de laatste roddel is dat Flora verkering heeft met Johnny Orlando. Dat is zeker waar, jongens. Dat is geen roddel, dat is gewoon de pure waarheid. I wish. Het is so not true. Nee. Ze gaan allemaal zo. Ook nooit gebeurd. Nee. Zeg maar wat iemand zegt. Ja, maar kijk, mensen vragen vaak, heb je een verkering? Ja. Dat is niet zo. Nee. Nee. Weet je wat het is? Er zijn soms wel in de tussentijd dat we iets hebben met iemand. Dat is gewoon, dat gebeurt gewoon. Maar wanneer het ons gevraagd wordt, is het oprecht nooit zo. Nee. Het is echt zo, we liegen nooit als er iets is of zo. Nee, we hebben eigenlijk nooit een belangrijke. We hebben ook echt of dat soort dingen. Nee. Als het wordt gevraagd. Mooi. Als het wel zo was, had ik het gewoon gezegd. Ja. Maar het is nooit niet zo wanneer het zo was. Het is echt gewoon, ja. Ja, het is wel een app. Ja. Ja. Nou, oké. Nou jongens, dit was de video. We hopen dat jullie het leuk vonden. Welke roddel verbaast jullie het meest over ons die niet of wel waar was? Laat het even weten in de reacties. Klik vooral op het belletje, want dan ben je de eerste die onze video's bekijkt. En abonneer ons. Ja. Doei!